Roland en ik studeer Automotive Management. We bevinden ons hier bij autobedrijf Lagroux en ik ga jullie vandaag eens meenemen. Veel plezier! We bevinden ons hier in de garage van Audi, waar onder houtswerken en herstellingen van de wagens gebeuren. Zeker en vast, geen probleem. Hoe ben je terechtgekomen in de autosector? In de autosector, dat is eigenlijk eerder toevallig. En ook thuis wat de familie, mijn vader, die al sinds jaar en dag met Audi Volkswagen rijdt. Mm-hmm. Toch daar wel een beetje die passie. Ja. Had wel eerlijk gezegd veel van auto's. Weet ik niet af, dus het is vooral de verkoop die me oplicht. Maar dus, omdat mijn vader toch al redelijk die interesse toont, ook om de 4 jaar een nieuwe wagen had, hier ook bij Lagroux langskomt eigenlijk. Dat is wel de belangrijkste reden eigenlijk dat ik hier voor de autosector gekozen heb. En waarom specifiek voor autobedrijven? Ook toevallig, dat was... Ik werk hier in Exmuiden, dus ik passeerde hier dagelijks en het was eigenlijk mijn zaterdagochtend dus dat ik de krant open sloeg en dat erin stond van Garage Lagroux open de nieuwe garage in Yper. En wegens wat problemen op mijn huidige werk dacht ik van ja, misschien zoeken ze daar wel nog iemand, al is voor de verkoop of toch iets anders te doen. En eigenlijk direct gewoon mijn auto ingesprongen en hier naar de garage gereden. Dus hetgeen dat ik al vertelde, dat mijn vader hier klant was, dus ik kende Chris wel al een beetje. Ja. Dus hij kwam hier binnen en ik zei, ja, zoek iemand. En zei, ja, kom dan mee naar boven. En zo begint te praten en doen. En op het eerste moment hadden ze eigenlijk niemand nodig, maar plotseling achter een maand kreeg ik telefoon en was het van, zou er toch nog zien zijn. Ja, een beetje geluk bijgemoeid, dat ook wel bedoeld is. Probeer je iets anders heen van andere verkopers in deze garage of in andere garages? Niet eigenlijk. Allee, ik probeer dat zo weinig mogelijk anders te doen dan dat ik eigenlijk ben. Dat is mijn manier. Je hebt inderdaad verkopers die... Er zo twee typetjes zijn en zo die als ze in een bureau zitten een beetje druk uitoefenen en doen, maar ik blijf gewoon mezelf proberen eerst en vooral toch een goede band te hebben met de klant. Dat ze voelen van ja kijk, we zijn hier welkom, omdat dat toch telkens een grote stap is. Vaak zijn de mensen nog bang van ja kijk, we gaan hier in een showroom binnenwandelen van Audi. Dus zorg ervoor dat ze hun gemak voelen. Veel luisteren en niet te veel druk uitoefenen. Soms had dat ook wel een keer een nadeel gewerkt hebben waarschijnlijk. Dat is vooral mijn tactiek. Mezelf blijven en niet te opdringerig zijn tegenover de klant. Dat ze niet het gevoel hebben van wat gebeurt er hier. Dus, Goed. En denk je dat de toekomst eruit zal zien van autoverkopers met het idee van de online verkoop? Dat is een goede vraag. Ik denk dat ik mezelf ook al afgevraagd heb, omdat al woord van in Amerika en dergelijke, is er één ruimte, of wel zelfs een shop dat er binnen gaat met een gigantisch scherm, de grootte van een auto, en dat de mensen kunnen gaan configureren en doen.
Denk persoonlijk voor firmawagens en bedrijven dat je daar dan minder cliënteel van gaat hebben, omdat ze, het is al moeilijk voor hen om naar de showroom te komen. En misschien van het bedrijf uit dat ze zeggen, ja, kijk, ik hoop zoveel wagens voor iedereen gelijk en besteld. Voor de particuliere klant merk je wel dat ze nog altijd de beleving willen hebben. Dat is iets heel belangrijk in de verkoop, dat in die wagen zijn, die wagen voelen, naar buiten lopen en het kleur bekijken van de auto. Hoeveel plaats is er in die auto? Ja. Allee, je kan moeilijk in dat tv-scherm gaan kruipen voor dat te testen, dus dat kun je echt maar in de showroom. En wat dat een heel groot deel van de mensen ook graag doen, is gewoon discussiëren over die prijs. Ja. Op het internet staat de prijs vast. Dus, en dat is het, maar hier komen ze vaak van, ja, wat doe je nog, dit en dat, gaat er nog wat van de prijs krijgen. Dus dat is iets dat ze bij de computer nooit kunnen doen. Dus ik denk vooral voor de firma's dat als het ervan komt, dat het vooral daar was in, een particulier, dat toch wel nog een tijdje gaat blijven bestaan. Hoop ik dan. Absoluut, ja, nog wel verder in. Bedankt in ieder geval. We bevinden ons hier in de afleveringszone. De wagens staan klaar om mee te gaan met hun nieuwe eigenaar. Een technische kant dan, niet de zachte sector, maar iets dat tastbaar was. Toen ik pas 19 jaar was. Oké. Hoe zien jullie de toekomst van het autobedrijf? Ik denk dat we een strategie of een richting ingeslagen zijn, waar wij wat grootschaliger willen worden. Waar wij inderdaad een behoorlijke regio willen verantwoordelijk in te halen. En ook de merken van de diverse merken. Alle goed, Volkswagen, Audi, Skoda. Vijf merken met een vertegenwoordiger in de regio Westkust. Ja, Westkust. Ja. Hoe ziet de toekomst eruit voor de automobiel? Goh, met heel veel uitdagingen. Ik besef mij, ik ben een gevolg van bewust dat er inderdaad heel veel uitdagingen zijn voor de automobiel. De brandstoffen gaan veranderen, de tijd gaan veranderen. De jonge mensen gaan zich anders gedragen tot een auto. Blijft een auto hebben, denk ik, voor iemand die 20 jaar is, misschien niet. Maar we gaan het proberen aan te passen aan elektrische voertuigen, gasvoertuigen, hybride voertuigen. Mensen die een auto kopen, mensen die een huren, mensen die een delen. Mensen die er geen auto hebben. Ja, oké, dat was het. Vriendelijk bedankt. Met plezier. Fijne middag.